Een watermerk is een lichte tekst of afbeelding op de achtergrond van een document. Wij laten zien hoe je een afbeelding als watermerk gebruikt. Leuk voor creatieve doeleinden. Wij hebben een Word-document openstaan met een uitnodiging voor een themafeest. Die uitnodiging kan wel wat worden opgefleurd. Klik in het lint op het tabblad Ontwerpen. Rechts staat de groep Pagina Achtergrond. Klik in deze groep op Watermerk. Een overzicht met standaard watermerken opent. Hier staat bijvoorbeeld een watermerk met de tekst Concept. Wij kiezen niet voor een standaard watermerk, maar voegen een eigen afbeelding toe. Klik daarvoor op Aangepast watermerk. Klik daarna op Afbeelding als watermerk en vervolgens op Afbeelding selecteren. Blader naar de afbeelding en selecteer deze. Klik op Invoegen. Wij willen dat de afbeelding over de hele pagina wordt verdeeld en moeten daarom de grootte wat aanpassen. Dat kan achter Schaal. Klik hier op het pijltje en een uitklapmenu verschijnt. U kunt nu de gewenste grootte aanklikken. Controleer of er een vinkje staat voor wassen. Hiermee wordt de afbeelding lichter van kleur. Klik op Toepassen. U kunt eventueel nog aanpassingen doen in het venster Afgedrukt watermerk. Is het watermerk naar wens, dan kunt u het venster sluiten via het kruisje rechtsboven. Elke pagina in dit document wordt nu voorzien van de achtergrondafbeelding.